meekomen? Dit is het goede hoor. Dit moet je hebben. Stilzitten. Rustig in je hand. Ik mag niet trekken. Kijk verder. Goed. Stilzitten. Juist. Dat is beter. Ik heet Tiffany de Jong en ik kom uit Rotterdam. Ik hoop om over 3 jaar internationaal te gaan rijden. Nou, te rijden in ieder geval. Dus ik heb wel echt een doel nu. En dat wil ik ook echt wel doorpakken. Genoeg. Lekker uitstappen, lekker belonen. Ik ben altijd degene die het eerst op is. Dat doe je zelf? Wat voor mogol gaat er nou om 11:15 bellen over een fucking wedstrijd? Ja, Dennis. Lekker boeiend. En dan word ik er wakker van. Moet jullie de cupboxen moeten kijken. Ja, hij zat te gillen. Was jij aan het gillen? Ja, we zaten allebei te gillen van dat hij door moest slaan. Echt, jij slaapt nooit meer bij mij dus. Dat was de laatste keer deze week. En jij, wanneer ga jij weer op het kampioen? Morgen. Ja, ja. Zo, ze zijn al bezig, man. Nee, joh, idioot. Ze zijn gewoon aan het rijden. Ben je lekker? Gewoon 9, 10, 11, maar 12, I don't know. Maar dan moet je vragen. Is het maar tot 11? 1 tot en met 6 is de eerste en 7 tot en met 11 de tweede. Oké, dankjewel. Dus 1, 2, 3, 4 AB, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en dan 11. Yes. En dan de laatste combinatie, deze D klassiek. Tiffany de Jong met Barankie. Nou, ze komt eveneens in de kleur. Ook des eerste parcours 4. En dan gaan we over tot de prijsuitreiking van de twee fase special. En daar is op de eerste plaats geëindigd Tiffany de Jong met Avanti. Een afstammeling van de Eens in Doctro. En tussen deze drie prijswinnaars wordt een kalkoen voor de lood. Ja, zeg kalkoen. Laat dit maar vangen. Ja. Ik had, bij Avanti had ik op 10 een pechbalk. En het twee-fase rondje ben ik eerste. Ik ga zo de filmpje sturen. Is goed. Ik woon al 7 jaar bij mijn opa en bij mijn tante. Mijn vader werkt heel veel.
En mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. En toen heeft mijn moeder gezegd, ga maar bij je opa wonen. En zo ben ik hier terechtgekomen en dat is nu al vijf, zes jaar. Hoi papa. Ik ben eerste geworden op Avanti. Ja, al die bruine. Ja. Ja. Ja, is goed papa. Oké, ik ook voor jou. Doei. Wat? Papa moet vannacht werken. Nog? Ja? Met dit weer? Ja. Waar gaat hij de glazen zeven dan? Daar, nee, metrostations. Gelukkig kwam mijn vader alleen. Daar was ik erg blij mee. Ja, waarom noemt hij ze? Omdat ik ruzie met mijn moeder heb. Oh ja? Ik zou niet meer terug willen bij mijn moeder, omdat ik dat gewoon niet meer gewend ben. Ik heb het hier gewoon super fijn. En ik heb zeker wel dingen die ik anders zou doen dan mijn eigen ouders. Maar ik denk dat iedereen dat heeft. Zijn mijn ouders en die doen ook wel eens dingen verkeerd. Maar die dingen die hun verkeerd doen, zou ik niet verkeerd willen doen. Op mijn 17e zwanger willen zijn of moeder willen worden. Oma, was ik een lieve baby? Nou. Liever dan nou? Oh, ja, ik was lief. Nou, zo goed. Vind je dat altijd? Ja. Ja, van die. Mm-hmm. Die had gewoon goed tempo. Nee. Alleen af en toe kwam hij net onder de hindernis. Kwam hij onder de hindernis. Dat hij veel te dicht kwam. Mm-hmm. Of hij kwam veel te groot. Zie je? Kijk hier. Heb je nog gehoord wat Jan gezegd had? Nee. Jan, van Jan de Vries. Van TTC. Van, Dat ik er wel kom. Ze komt er wel. 4 jaar geleden, toen zijn we op Schanswijk gekomen. Het is gewoon gezellig, je kan jezelf zijn en het is niet... Iedereen heeft zijn eigen mening over iets en dat kan je gewoon vertellen. Dus het is een hele fijne manege om gewoon met elkaar leuk te zijn. Bij ons op stal is gewoon iedereen gelijk. Ja, je hebt wel mensen tussen die denken dat ze beter zijn. Maar meestal is iedereen gewoon gelijk. En kan je gewoon jezelf zijn. Rustig draaien, zo. Jan is sinds 3 jaar mijn trainer. En weer een linksomkeer dadelijk bij M. Hij heeft heel veel voor mij betekend. Nou, hij betekent nog steeds heel veel voor me. Om verder te komen. En ja, ik ben eigenlijk van niks naar nu mijn pony in het set gereden. En mijn paarden ook weer ver te krijgen. Dus het is heel fijn dat hij mij helpt. En al die dingen. Rondhouden. Kijk, nou draai je een beetje vraagje meer met je been. Dan gooit hij gelijk zijn hoofd weer naar boven. Probeer het daar gesloten te halen. Laag. De pony is daarmee begonnen. Ik denk een jaar of 4 geleden. Toen ze die pony kreeg. En ze toen een beetje wedstrijden is gaan rijden. Toen is het allemaal wat serieuzer geworden. De laatste 1,5 jaar is ze met die paarden wat... consequenter geworden, dat ze ja, in je ziet dat ze wel elke dag moet rijden om een stap hoger te komen. Je rijdt hem er dicht eronder, hè? Te dicht. Ze durft veel met een paard, hè, zoals ik zeg, die angst. Maar er zijn er wel ook dingetjes verbeterbaar. Maar goed, daar werkt ze nu wel aan. Naar voren. Ja, dat gaat ook niet, hè? Dat kan niet met zo'n tempo. Ik zeg naar voren, jij gaat terug, terug, terug. Tegenovergestelde, nog een keer. Maar voor het landelijk niveau doet ze lekker mee. Ja, de top niet, want ja, goed, dan moet je zoveel geld achter zitten daarachter. Om dat te willen doen, nou ja, dat is er gewoon niet. We rijden rustig naar de stap toe. Wauw. Even serieus. Je hebt nog, nu nog, 2 trainingen? 3. Ja, les van Edwin. Ik heb nog hierna nog 3 praktijktrainingen. Nee, daar komt ie. Hallo.
ik werd geselecteerd. En ik had nooit verwacht dat ik geselecteerd werd. Want ik was 3 weken daarvoor kon ik net weer paardrijden. Vanwege een operatie. En ja, ik heb er 3 weken lang keihard voor gewerkt. Om zo ver te komen. En gelukkig had ze een goede dag. En ging alles goed. Wat zo. Oké. Hij heeft een wat moeilijke aanleuning zo, hè? Beetje onrustige aanleuning aan de voorkant. Dan kan je alleen maar het beste voor elkaar krijgen als jij gewoon probeert zo stil mogelijk te zijn. Een hele stille, rustige hand probeert te creëren. En de hand wat meer naar elkaar toe. En dan alles wat je doet, gedoseerd doen. Want als jij te veel gas geeft, eigenlijk overal waar te voor staat, moet je proberen te vermijden. Nou wordt de voorkant beter. Nou, kom maar dan. Oorslootje een keer. Je krijgt les van verschillende toptrainers. Praktijk en theorie. Zowel met je paard als mentaal en fysiek. Rij maar rond, hè? Dus het zijn 2 kanten die je eigenlijk dat je zeg maar bijleert. Oké, prima. Nou, de derde ronde was dan uiteindelijk nog weer beter. En op die manier moet je je eigen hand steeds een beetje mooier gaan ontwikkelen. En dat je het allemaal steeds makkelijker gaat doen, hè? De derde keer was je ook veel minder krampachtig aan het rijden. Hè? Eigenlijk, hetgene wat ik gezien heb, is het belangrijkste dat je leert... Ontspannen. En veel stiller te blijven met je handen. En je teugels mooier op maat houden. En dan veel meer vanuit je onderbeen naar je handen toe blijven rijden. Dan wordt het allemaal een stuk makkelijker van. En dan blijft jouw paard zichzelf concentreren op de sprong. Ja. Ja? Ja. Oké. De meest trainingen zijn op de Rotterdamse Manege. De Rotterdamse Manege is heel erg voor mensen die heel veel geld hebben. En het zijn niet mijn soort mensen. Vanavond gaat het over optimale spanning. Vooral over hoe jij samen met je paard of met je pony een sterk team bent. Maar vooral hoe je zorgt dat jij scherp bent, maar je paard ook. En we gaan een beetje na van wat kan dat nou allemaal verstoren. En hoe kan je zorgen dat je zelf zo goed mogelijk bent. Zodat je ook de rust uitstraalt en het vertrouwen naar je paard. Dat hij weet van, hey, dit gaan we samen, we gaan iets moois neerzetten. Maar dat je dat zelf ook weet. Wat is jouw droom? Verder in de paardensport komen. Maar als je stiekem droomt, waar sta je dan over 5 jaar? Op internationaal niveau. Heb je een wedstrijd in gedachten? Nee. Nee? Niet echt. En ben je dan in Nederland aan het trainen of zit je ergens anders? Ik denk wel in Nederland aan het trainen. Ja. Ik heb zeker wel eens dagen dat ik er tegenop zit om naar stal te gaan en lekker ook door iemand anders doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Nou, dan zit je met andere dingen in je hoofd en dan ga je daarover nadenken terwijl je eigenlijk met je paardensport bezig moet zijn. Dan is er heel veel gedoe thuis. Ja, dan zijn heel veel mensen het niet eens met wat andere mensen doen. Nee, ja, ik ben niks. Ik leef al 7 jaar, zeg maar, tussen gedoe van alle kanten. Dus ik denk dat je wel heel snel volwassen wordt. Dat je wel heel snel serieus met een doel bezig bent. En dat je niet, zeg maar, blijft hangen met, ja, het is allemaal voor de lol. Want ik doe het niet voor de lol, ik doe het echt om iets te bereiken. Jij mag hier plaats nemen. Vandaag krijg ik te horen of ik doorgeselecteerd ben of niet. Goed, we wachten even op Edwin, dan gaan we beginnen. Of je door mag met TTC, of ze nog een jaar verder met je gaan, of dat je
een jaar zeg maar eruit ligt en dan een jaar daarna weer kans heb om weer geselecteerd te worden. Tiffany. Welkom. Hoi. Ik heb je één keer gehad in de training, denk ik. Ja, die bruine. Ja. En de laatste les was hier niet zonder af te bellen. Ik had een bericht gestuurd. Aan wie? Volgens mij aan Ineke. Nee, want die stond op de lijst. Ja, want mijn opa redde het niet, want die was iets aan het doen. En dat ging net even niet. Nee, dat kan. Ja, dat kan gebeuren. Dus dat was daar het misverstand over. Nee? Dus dat is ook geen enkel probleem. Als jij gewoon hebt afgebeld, is dat prima, toch? Die ene les die ik je gezien heb, toen was eigenlijk was een hoop miscommunicatie tussen jou en je paard. Klopt. Ja. Nu hebben we thuis heel veel geoefend. En zijn we, denk ik, sinds de Rotterdamse manege zijn we niet meer op concours geweest. Oké, nou dat vind ik een verstandig besluit. Dan ben ik alleen nog maar met die schimmel geweest. Oké, ja. Want daar heb ik wel het vertrouwen in en kan ik wel mee doorrijden. En voor de hindernis kan ik wel zeggen, ja, ga maar. De opmerking mijnerzijds, rijtechnisch. Ik heb je diverse keren op wedstrijden gezien. En ik denk dat een stukje zelfbeheersing misschien ook wel van toepassing is. Want ik zie vaak op wedstrijden, als het dan niet goed gaat, dat je jezelf een beetje verliest. He, het is positief bedoeld. Ja, ja. Dat gewoon het idee krijgen van, goh, een keertje ademhalen. He, even wegstappen, afstand nemen. Ja. Dan hou je ook die band goed tussen jou en je paard. En dat ziet er voor het plaatje, ziet het er ook voor het publiek en voor iedereen ziet het er een stuk gezelliger uit. Yes. He? En voor de rest denk ik dat die ontwikkelingen waar je zelf mee bezig bent misschien wel een reden is dat je zegt van, goh, volgend jaar dan ben ik hartstikke goed bezig, paard goed. En je krijgt weer een uitnodiging om je te selecteren, ben je van harte welkom. Is goed. We gaan ervan uit dat je jezelf doorontwikkelt en daar hopen op. En als je serieus mee in de weer gaat, dan willen we je graag volgend jaar weer zien. Ja, is goed. Ja? Dan is het wat mij betreft het gesprek rond. Heb jij nog vragen? Of, Nee. Nee? Alles duidelijk dan? Ja. Oké. Okay. Nou, veel succes ermee. Dankjewel. Okay. Doei. Doei. Super bedankt. Ja, hey, ga zo weer. Ja, we zien elkaar wel. Doei, doei. Doei. Toen mijn opa tegen mij zei, ja, wil je verder met TTC als je opnieuw selecteren, was mijn antwoord nee. Ik heb er heel veel ruzie gehad door met alles en iedereen. En ik had het altijd maar druk. En ik weet dat het paardensport zo zit, maar het was net even te. Ik doe het al 3 jaar lang samen met Jan en het gaat ook goed. Maar is het erg om mee te leven? Nee. Ze valt nog best mee. Nee? Ja. Oh. Fenna, yo. Ik wens je heel veel succes. En wat? Ik ben niet doorgeselecteerd. Oh, echt? Maar ik rijd natuurlijk mijn paarden. Oh, ja. Ja, mijn paarden zijn nog geen L, hè? Ja, klopt. Ik heb daar heel veel geleerd van iedereen. Maar ik ben ook wel blij dat ik gewoon weer mijn eigen ding kan doen. En bij Jan kan gaan lessen en al die dingen, want die is toch altijd degene geweest die mij van helemaal niks naar hier heb gebracht. Dus dat is oud en vertrouwd en ik weet wat ik aan hem heb. Nou, toen ze ermee startten was ze natuurlijk wat fanatieker. Ja, toen was ze zeker heel gemotiveerd. Ja, Tiff kennen een beetje, dat zakt dan weer een beetje af. En dan moet ze weer een bepaald doel hebben en een paar keer een gesprek met haar gehad hebben. En dan gaat dat wel weer beter. Ja, dat zijn door een beetje gesprekken ook van ook over de thuissituatie. Ja, van alles gewoon. Door een soort vaderlijk gesprek met haar. Niet naar voren hangen, blijf zitten. Kijk, ze hebben wel een opa die heel veel voor haar doet. Maar er zit natuurlijk al een beetje geschiedenis bij dat meisje. En dan is het wel eens goed dat er een ander ook meekijkt. En die is een beetje
ook zegt wel wat ze goed doet en wat ze niet goed doet. Ja, dan steek je hand weg, dan moet je niet doen. Je moet kort bijzitten en komen, Rip. Nu heb ze weer een periode dat ze wel vaak natuurlijk bezig is. Mijn doel op dit moment is mijn paarden na de regiokampioenschappen het L in te rijden. En ik hoop toch wel een regiokampioenschap sowieso met één van mijn paarden te winnen. Vandaag de Zuid-Hollandse regiokampioenschappen voor de paardenklasse B tot en met M. Om 9 uur gaan we de ring sluiten en beginnen we met de eerste combinatie in de klasse B. Het eerste parcours zal direct op stijl worden verreden en het tweede parcours is met barrage. Weet je, als ik rij, bestaat niemand voor mij. Dan zit je in zo'n focus dat je gewoon niks om je heen meer ziet, behalve hindernissen. Je gaat alleen je afstanden zien en je tempo goed houden. Zorgen dat je paard niet te vroeg springt, maar ook niet te laat. Volgende combinatie Tiffany de Jong met Odessa D. Als je dadelijk nog een keer foutloos rijdt, en dingen, dan zit je aardig in de buurt. Nu nog Tiffany de Jong, Tiffany de Jong, Eron Lindgraaf, Kira en Rina Kerrits. Volgende combinatie Tiffany de Jong met Odessa D. Resultaat voor Tina Gerrits en T-Star. Foutloos binnen de tijd. Momenten, daar vind ik in geloof. Maar ja, dan gaat het de volgende keer weer beter. Maar als je dan stopt na één tegenslag, dan kom je er volgens mij ook niet. Ik kom er denk ik echt wel.